Een eigen schoenenmerk gedragen door wereldsterren, het organiseren van events en meerdere gouden platen als artiest. Brian is een ondernemer in hart en nieren. Sinds een jaar zit hij met zijn tattoo shop op de plek waar hij opgroeide, de Groene Hillendijk. Ik ben aan de overkant opgegroeid. Al mijn vrienden woonden hier zo. Mijn school was in de buurt. Ja, dit is waar ik eigenlijk heel mijn tiende jaar heb doorgebracht. Hier heb ik alles voor het eerst meegemaakt. Op een gegeven moment ben ik verhuisd naar het centrum. Maar toen ik eenmaal hier kwam ondernemen. En ik kwam iedereen weer tegen uit de buurt, van vroeger, oude bekenden. Dacht ik van ja, dit is toch wel nog steeds waar ik me thuis voel. Dus het voelt ook gewoon fijn en goed om weer terug te zijn. Ja, sinds kleins af aan ben ik eigenlijk wel een creatieveling. Ik was eigenlijk altijd creatief bezig. Ik had nooit per se de gedachte van ik ga iets ondernemen. Dat is eigenlijk met de leeftijd gekomen van voor een werkgever werken is niet echt mijn ding. Heb ik ook niet altijd heel lang volgehouden. Je kan daar ook vaak niet je ei kwijt, omdat ja, je doet wat je werkgever je zegt en daar houdt het eigenlijk op. Ja, stap voor stap ging ik steeds meer dingen voor mezelf doen, creatieve dingen. En daar vond ik eigenlijk mijn blijdschap, mijn geluk. Dat ik dacht van, hé, als je hiermee je geld kan maken, dat is mooi. Met mijn handen gebruiken, daar ben ik goed in. Dus waarom ook niet? De key to succes is er niet, bestaat niet. Wil je iets laten lukken, moet je het gewoon doen. Falen is niet erg. Als je maar weer opstaat en weer verder gaat. Mensen die falen en opgeven, dan ga je het nooit redden. Ik zeg altijd tegen iedereen, je moet het gewoon doen. Lukt het niet, ga verder. Lukt het niet, ga verder. Lukt het niet, ga verder. Tot wel lukt. Jongeren, wil je ondernemen, ga ervoor. Wat je ook wil. Het is mogelijk. En het zou juist mooi zijn als nog meer jongeren die hier komen ondernemen met een mooi concept. Probeer het, doe het. Ik zou dat hartstikke leuk vinden. Ook de komende tijd heeft Brian nog genoeg plannen om te realiseren. Zo komt hij deze maand met een eigen online serie en heeft hij ideeën voor de buurt. We hadden vroeger hier in de buurt hadden wij een buurthuis waar je kon tafeltennissen, tafelvoetballen. Er stonden Playstations en ik had zoiets van, waarom is dat er niet meer? En ja, ik heb nu wel een keertje iemand van de gemeente gesproken hier. En ik zei tegen hun, hoe mooi is het als we een keertje zoiets kunnen opzetten. Misschien een buurthuis weer neerzetten voor de buurt, voor alle jongeren in de buurt die daar iets kunnen doen. Misschien ook talent ontwikkelen, creatieve dingen doen. Dat is wel iets wat ik in de toekomst zou willen doen.